Deze speeldag heeft een Super Sunday, maar niet alleen. Er is ook een Super Saturday. En ook de wedstrijd op vrijdag is een echte topaffiche. Om vooruit te blikken op dit superweekend doen we een beroep op de kapitein van STVV, Steve de Ridder. We zoeken met Nicky Haaien, de coach van Waasland Beveren, naar de reden waarom het hen nu zo super afgaat de jongste weken. En in mijn zetel zit een voormalige superprof, alhoewel, hij was een beetje te laat vandaag. een superanalist, een super sympathieke kerel toekoer. Welkom bij een hopelijk Super 11 Corner. Hey Mo. Hey Michael, goedemiddag. Je zit in een zetel waar in een niet zo ver verleden een groot voetballer zat. Die zetel zal misschien ooit heel veel geld waard zijn. Ik heb het over Astrid Franks. Het nieuws is gisteren al binnengecijpeld. Hij gaat volgend seizoen spelen voor Wolfsburg. Gaat dus Koen Kasteels vervoegen. Is dat een goede club voor hem? Oh ja, ik denk het wel. Hij geeft het zelf ook aan dat er grotere clubs geïnteresseerd waren. Maar dat hij met Wolfsburg eigenlijk echt wel een ploeg heeft getroffen waar hij kansen zal krijgen en waar hij kan doorgroeien. Nu, in de wandelgangen, de voorbije weken werd al gesuggereerd dat er een transfer op til was. En het is een jongen die nog maar 30 wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld. Maar een ongelooflijke progressie heeft gemaakt. En ik denk ook dat hij bij KV Mechelen echt goed begeleid is geweest. Is pas op zijn 14e eigenlijk bij KV Mechelen aangekomen. Daarvoor bij kleinere clubs gespeeld. Wat ook wil zeggen dat ze daar echt wel goed werk hebben geleverd. Ja, kan hij in de voetsporen treden van pakweg Kevin de Bruyne? Goh, ja, Kevin is denk ik op een latere leeftijd vertrokken. Vanuit een topclub uit België. Ik denk dat hij daar vooral nog verder aan zijn fysieke capaciteiten kan werken. Die al indrukwekkend zijn. Ik denk dat hij daar echt wel in de juiste competitie terechtkomt om te ontwikkelen. Ja, we hebben een paar momentjes van Astrid Franks gebald. We willen die eens aan jou tonen. Het zijn een aantal doelpunten, Mo. Dit is er eentje tegen Cercle Brugge. Ja. Ja, je ziet het. Je zou nooit zeggen dat hij op dat moment was, denk ik, nog maar 17 jaar. Hij heeft echt een fysieke presence. Hij begon al, in het begin eigenlijk iets meer teruggetrokken, als een iets meer verdedigende middenvelder. Maar geleidelijk aan is hij toch opgeschoven naar een iets aanvallendere positie waar hij veel kan infiltreren. En hij blijft altijd koelbloedig in de 16. Behalve natuurlijk die kans dat hij tegen Oostende, maar die laten we niet zien. Die laten we niet maar zien. Dit vond ik toch wel... Ik zat in het stadion tegen een agent. Een geweldige opzetten van een tegenaanval. Komt daar eigenlijk in de problemen en dan komt hij er op deze manier uit. En daar zie je denk ik wel dat het echt een talent is. En dat zullen de scouts ook wel hebben meegenomen. Het is de scouts van Wolfsburg. Ja, het is het volledige pakket. Je hebt bij Verscharen iemand die technisch heel goed is. Die goede passing heeft, juiste aannames. En ik denk bij Franks zijn er ook die fysieke capaciteiten die er nog eens bij komen. Ja, hij zal pas volgend seizoen speler worden van Wolfsburg. Dat is goed nieuws voor KV Mechelen. Het cliché bij KV Mechelen en bij alle andere voetbalclubs is de volgende opdracht is de belangrijkste. Wel, dat is er nu eentje tegen Waasland Beveren. Een kelderkraker Waasland Beveren, de tegenstander van KV Mechelen, doet het de jongste weken supergoed. En we gaan eens polshoogte nemen bij de coach van de Waaslanders, bij Nicky Haaien. Nicky, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, Nicky. Nicky, je hebt 4 duels op rij niet verloren. 10 op 12 gepakt. Enkel Genk is bezig aan een sterkere reeks. Qua timing is dit ook wel uitstekend voor jullie, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat we een hele moeilijke start van het seizoen meegemaakt hebben. En dat de druk ook wel hoger werd. En ik denk dat de club daar ook heel verstandig mee omgegaan is. En onze kans gegeven heeft om rustig verder te werken. En ik denk, na het komen van bepaalde spelers in de transferperiode, is onze kern meer uitgebalanceerd geweest. En hebben we nu een kern waar we resultaten mee kunnen neerzetten. Dus dat is de reden eigenlijk dat het zo goed gaat, dat je de tijd hebt gekregen om die nieuwe pionnen in te passen? Absoluut, want de kwaliteit die was er wel, maar de balans zat niet juist in het elftal. We hebben voldoende spelers waar we mee tussen bepaalde formaties kunnen schakelen. Maar in elke formatie was er wel een instabiliteit. En met de nieuwe spelers aan te trekken, kunnen we daar makkelijker in schakelen. En zie je ook dat we resultaten kunnen neerzetten als we de pionnen op de juiste plaats zetten. Ja, Mo, jij vindt ook dat er genoeg kwaliteit is om niet bij die laatste twee te eindigen in 1A. Het is niet dat je je baseert op de jongste 4 matchen die heel goed waren, maar je zei dat al enkele maanden geleden. Maar het is vooral dat de decliek gekomen is na de wedstrijd tegen Genk. Daar hebben ze een heel goede wedstrijd gespeeld. Hebben ze de eerste keer heel veel nieuwe spelers ingepast.
En sinds dan zijn ze beter beginnen spelen, minder doelpunten beginnen slikken. En ja, wat Nicky denk ik ook heel goed doet, is zijn formatie geregeld aanpassen. Hè. Het is niet dat hij zich vastpint op één bepaalde tactiek. Ik denk dat hij ook wel kijkt naar de tegenstander. De invulling van zijn eigen spelers, die misschien in goede doen zijn. Dus hij is tactisch heel flexibel. Ja. Nicky, er is dit seizoen ook heel wat gebeurd buiten het veld op de Freetiel. Jullie hebben wel wat coronabesmettingen gekend, maar er zijn ook wat veranderingen in de bestuurskamer gebeurd. Nieuwe eigenaars, een nieuwe Spaanse technisch directeur. En recent nog Antoine Gobin aangesteld als nieuwe CEO. Hij is 8 jaar jonger dan jij, Nicky. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, op een heel open manier. Ik denk dat de communicatie op dit moment heel transparant gaat in alle gelederen. En dat maakt het ook dat de rust is kunnen bewaard blijven gedurende de hele periode. Omdat iedereen wel op de hoogte was van heel de situatie op het veld, langs het veld. Want ik wil toch eventjes benadrukken, die COVID-periode heeft echt wel bij ons toegeslaan. En als je ziet in welke staat de vieze spelers terugkwamen, dan liepen we wel achter de feiten na. En de wedstrijd thuis tegen Gent was daar een ideaal voorbeeld van hoe moeilijk we het hadden om in ons ritme te komen van die wedstrijd tegen Genk. En zelfs de wedstrijd in Eupen daarna hadden we maar de mogelijkheid om 65 minuten vol te houden. En stelselmatig zijn wij gegroeid. En je weet ook als het vertrouwen er is en de resultaten komen, dat je dan natuurlijk makkelijker dingen kan volhouden. Ja, je hebt nooit schrik gehad, want je werd natuurlijk aangebracht door Dirk Huyck, die nog altijd wel voorzitter is, maar er zijn natuurlijk nieuwe bazen. Dacht je niet van dit kan een heel kort avontuur worden? Nee, ze zijn heel onmiddellijk heel open geweest in hun communicatie en gezegd dat zij ook graag op de langere termijn met mensen werken. Natuurlijk weet je als coach ook dat je bepaalde resultaten moet neerzetten om om stevig in het zaal te blijven zitten. Maar dat was in eerste instantie, wisten zij welke periode wij meegemaakt hebben. Een heel onstabiele voorbereiding, COVID-patiënten of COVID-spelers die wij gehad hebben. Dus zij wilden de tijd geven om ons werk verder te blijven zetten. En dan ben ik ook heel blij dat ik dat vertrouwen een klein beetje kan teruggeven met de resultaten die we tot nu toe gehaald hebben. Ja, geduld is beloond. Mo, de volgende tegenstander van Waasland Bever is KV Mechelen. Ik vind dat twee teams die je misschien wel een beetje kan vergelijken. Ze brengen mooi voetbal, maar ze zijn niet altijd beloond geweest voor hun goede intenties. Nee, inderdaad. Maar 2-2 op standaard is toch geen slecht resultaat voor Mechelen. De wedstrijd daarvoor tegen Beerschot dat ze altijd moeten winnen als die rode kaart voor Aster Franks niet valt. Dus het is een interessante wedstrijd. Ploegen die eigenlijk wel twee goede ploegen die goed aan het voetballen zijn. Maar op Mechelen is altijd een heel lastige tegenstander, heel fysiek. Dus ik ben benieuwd. Ja, wat voor soort wedstrijd verwacht jij achter de kazerne, Nicky? Ja, ik kan mij aansluiten met hetgeen wat Mo zegt. Hè. Dus ik denk dat KV Mechelen ook te weinig punten heeft dan dat ze misschien verdiend hebben. Ja, en zij willen dat op een of andere manier ook goed maken, kan je niet. Maar wel scherp gaan starten aan die wedstrijd om onmiddellijk proberen de lakens uit te delen. En wij zijn ons daarvan bewust. En wij hebben in een periode gezeten dat wij onmiddellijk 4 of 5 wedstrijden achter elkaar hadden. Waar wij onmiddellijk scherp in die wedstrijd zaten. En dat is de lijn die wij moeten verder trekken. Want we zijn ervan overtuigd dat ze heel heftig aan die wedstrijd willen beginnen. En daar moeten wij zeker klaar voor zijn. Ja, jullie wederopstanding is natuurlijk een collectieve verdienste. Maar één man springt er natuurlijk wel uit. Dat is Abou Koita. 4 goals in de laatste 3 duels. Je kent hem al langer. Je had hem gehad bij Geel. En bij je aanstelling als trainer liet je optekenen: ik wil zijn maximale potentieel benutten. Waar ligt zijn plafond? Wat is dat maximale? Oh, in ieder geval niet hetgeen wat hij nu nog brengt. Hij is bij momenten te wisselvallig in bepaalde acties die hij maakt. Ook in zijn omschakeling kan hij zeker nog stappen zetten. Maar het is wel een jongen die heel leergierig is en die dingen wel oppikt. En je moet hem als een soort van vaderfiguur proberen te behandelen. Dan krijg je ook het meeste van hem gedaan. En je moet hem een bepaalde vrijheid laten. Want als je hem strikt in het gareel gaat doen lopen, Dan haal je ook een stuk van zijn creativiteit weg. En ik denk dat die creativiteit ons de nodige punten de laatste wedstrijden heeft opgeleverd. Natuurlijk, je hebt het tactisch element waar hij zeker zijn ding moet doen. Maar daar kunnen we op dit moment niet over klagen. Dus je geeft hem weinig opdrachten mee, denk ik dan?
Nee, helemaal niet. Wij geven de opdrachten mee die nodig zijn om de organisatie te bewaren. Maar één keer in de laatste zone, in de belangrijke zone voor hem en ons aanvallend compartiment, krijgt hij wel de nodige vrijheid om zijn creativiteit toe te passen. En dat geldt voor meerdere aanvallende spelers van ons. Maar eens wij de bal verliezen, moeten zij wel mee onmiddellijk in dat blok omschakelen. En daar zijn we wel heel strikt in. Ja, nou. Is zijn wisselvalligheid ook de reden dat hij weken aan een stuk hij niet speelde, op de bank zat, af en toe mocht invallen? Of waren de andere fysieke redenen? Want nu ineens, ja, 4 doelpunten op 3 wedstrijden en plots sta je een stuk veiliger. Ja, maar ik denk dat het al aangehaald is. Hè. Dus wij hadden een bepaald concept. We willen graag diepgang in ons spel. En met Abu heb je vooral iemand die graag in de bal komt en dan zijn individuele actie maakt. En met Joe Effert hadden we echt iemand die diepgang zocht en een ploeg ook kon pijn doen, zoals de wedstrijd thuis tegen Oostende. Maar goed, door het uitvallen krijgen andere jongens de kansen. En dan ben ik wel heel tevreden dat spelers die wel blijven keihard trainen om hun positie terug in te nemen, dat die dan het verschil maken. En uiteindelijk, een ploeg bestaat niet enkel uit 11 spelers, maar het zijn degenen die op de bank zitten, die de concurrentie scherp houden en dan nog eens het verschil maken dat je ploeg sterker maakt. Ja, je keeper die is wel de absolute nummer 1, dus ik denk niet dat hij veel schrik heeft van concurrentie, maar hij is ook wel belangrijk. Hè? Nordin Jakkers, in het begin slikte hij de een na andere goal en nu heeft hij toch maar 1 doelpuntje geslikt, zeker in de jongste 4 wedstrijden. 3 clean sheets gehouden, heel straf. Hoe komt dat je verdediging ineens veel meer rust uitstraalt? Ja, omdat we terug omgeschakeld zijn naar een 3-mans, 5-mans verdediging. Ook daarin kunnen we schakelen. Gaan we meer voor een verdedigingsoptie, gaan we iets aanvallender proberen te spelen. Dus ook daarin kunnen we schakelen. Alleen is er nu een bepaalde stabiliteit en zijn er jongens die een bepaalde connectie hebben en zich goed voelen met elkaar. En dat vertaalt zich ook op het veld. En het loopt nu lekker en dat willen we proberen zo te houden. Maar goed, ik denk dat Nordin presteert nu op een degelijk tot goed niveau. Maar het is ook door de andere keepers die wel hem scherp houden op training. Want Luca heeft ons ook de punten opgeleverd in Kortrijk. Dus ik vind ik vind niet dat je een ploeg tekort mag doen door bepaalde individuen op te noemen. Het is altijd een momentopname. Ik hoop dat zo lang mogelijk duurt. Maar dat andere jongens zich daarmee aansluiten. Want dat betekent dat we alleen maar positief vooruit kunnen gaan. Ja, Nicky, als speler kon jij beenhard zijn op het veld. Hard op het veld, maar zacht ernaast dan? Dat klopt. Hè. Dus ik haat verliezen. Dus dat is zowel met een gezelschapsspel thuis als op training, als op een wedstrijd. Maar daarnaast probeer je toch een meer menselijke en persoonlijkere aanpak te hanteren. Ja, en dan heb je de soort combinatie van coach en persoon. En als coach moet je heel rationele beslissingen nemen en dat doen we ook. Maar je hebt ook nog de persoonlijke en menselijke kant en ik vind dat je die als coach absoluut niet achterwege mag laten en dat je op die manier een groep redelijk goed naar je hand kan zetten en probeert iedereen erbij te houden. Nicky, ze hebben mij weten te vertellen dat je een radioprogramma had. Klopt dat? Ja, ik had het dan voelen aankomen met de vorige stem. Oké, we wisten even niet of je op je spreekwoordelijke euro gevallen was. Hard op het veld, zacht op de radio. Dat was toch de titel van je radioprogramma, hè? Ja, dat klopt. Dus, dat is in 2001 geweest, denk ik. Nog in de beginjaren van STVV. Dat de stadionomroeper ook een radioprogramma had. En ik was bezeten door muziek. En van het ene is het ander gekomen. En had ik een blok op de lokale radiozender. En dan hadden we een programma van 2 uur. En het eerste uur was dansmuziek. En het tweede uur was eigenlijk meer op aandrag en meer de rustigere kant. Dus daarbij, het eerste uur dansmuziek was hard op het veld, zo gezegd. Ja. En dan, geweldig. Oké, misschien al een geluk voor jou. We hebben gebeld ook met de stadionspeaker van STVV. Maar fragmenten en jingles hebben we niet meer teruggevonden. Maar ik wil je nog als slotvraag stellen. Word je dan niet soms een beetje gek van de muziek die je spelers spelen in de kleedkamer? Of is het hetzelfde genre? Dat is heel uiteenlopend. En iedereen moet moet de muziek afspelen waar hij zich goed mee voelt. Dus wij kunnen wel zeggen dat we stevige beats door die kleedkamer willen zien galmen. Omdat het toch een bepaalde, ik ga niet zeggen nervositeit, maar toch een bepaald stimulans geeft.
Maar sommige jongens voelen zich daar niet goed mee. En je moet iedereen in zijn eigen doen, eigen laten doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar ik heb mij soms al afgevraagd welke muziek ze soms afspelen. De scherpe som, dat mij toch in ieder geval niet scherp zou maken. Ja, oké. Okay. Er zit alvast muziek in het voetbal van Waasland-Beveren. Ik wens je veel succes tegen Mechelen komend weekend en tot de volgende keer. Dank je wel. Deze week zat het Panini-album bij de uitgave van Sport Voetbalmagazine. En Panini heeft deze week ook in samenwerking met Eleven iets zeer leuk gelanceerd. Kijk maar eens mee. Ja, Mo, we hebben aan jou gevraagd om van je team Beerschot een dreamteam op te stellen. We zullen misschien snel eens overlopen, die 11 namen. Goh ja, dus, een mix van spelers van verschillende generaties. Hè. Ik denk een dreamteam maken voor van 49 jaar Panini is het zeker. Dus dat probeer je ook een hele periode, verschillende spelers over de hele periode te nemen. Dus vandaar dit elftal. Hè. Tomaszewski in doel, Chris de Vree, misschien de minst bekende naam, maar toch wel... Je hebt ermee samengespeeld. Hebben we mee samengespeeld en scoorde de winning goal in de bekerfinale. Ja, dan hebben we Wanyama, Mokoena, Zuid-Afrikaans international, Patrick Vervoort, natuurlijk een generatie... geweldige linkervoet. Ja, geweldige linkervoet. International geweest, Mexico 86. Dan op het middenveld met Coleman, Joao Lozano uiteraard en Holzhauser door zijn uitstekende prestaties. Ja, hij verdient er wel om erbij te staan. Ja, ik denk met die statistieken, ik denk dat je dan, en zeker ook na 35 jaar, Beerschot nog eens op de eerste plek, ik denk dat hij daar wel een groot aandeel in heeft. En ik denk dat hij ook wel verdient daar in het elftal staat. Heb je nog één iemand vergeten? Die mogen we niet vergeten eigenlijk. Goh, ja, mezelf misschien. Nee, ik had het over de spits. François Sterkelé. Natuurlijk. Ongelofelijke speler. Topshooter bij Beerschot. Goh, je had zoveel keuze. Polk Pakka, Tosin Dosunmu. Die staat er ook nog in. Polk Pakka staat ook nog in. Ja, Tosin Dosunmu, ook topschutter geweest. Mark de Grijze, profvoetballer van het jaar. In zijn laatste jaren als profvoetballer bij Beerschot. Dus ja, er zijn heel veel goede spelers gepasseerd. Hè. Ja, wie er niet in het elftal staat, is Rick Koppes. Ja, Rick Koppes. Maar Panini bestond toen nog niet toen hij voetbalde. Misschien als T2 zou ik hem zetten. Maar nou, ik heb toch Mark Bruijs gekozen. En Hernan Losada, de huidige T1, die is er ook niet bij. Maar die verdient misschien, net als jij, Mo, wel een plekje op de bank. Ja, misschien een plekje op de bank. Hè. Er zijn zoveel keuzes. En met Coleman heb je natuurlijk ook een speler die dat middenveld toch bij Trabzonspor verschillende keren Champions League heeft gespeeld. En ook een goede indruk heeft achtergelaten. Oké. Okay. Mark Bruijs dus als coach. We hebben ook gepraat met de kapitein van een ex-team van Mark Bruijs, met Steve de Ridder. Dit is een vooropgenomen interview, want Steve de Ridder had andere verplichtingen. Maar het is wel heel interessant. We kijken eens samen. Steve de Ridder, hey. Goedemiddag. Het zijn niet de leukste 7 dagen geweest bij Sint-Truiden. Je bent kapitein, dus dan moet je af en toe de barometer spelen in de kleedkamer. Hoe is het met de sfeer gesteld? Ik denk dat je hier achter mij wel hoort dat de sfeer nog in orde is, maar het zijn inderdaad bewogen tijden. Dus we hebben de laatste tijd ook niet echt gekregen wat we verdiend hebben. Daardoor kunnen we ons daar nog een beetje aan optrekken. Door het feit dat we wel redelijke matchen hebben gespeeld, maar dat we de punten niet kunnen pakken hebben. Ja, Kevin Muscat en zijn staf die zijn vertrokken, maar hebben wel nog een mooie boodschap achtergelaten op het whiteboard in de vestiaire. Jij deelde die boodschap op Instagram met dan ook een persoonlijke boodschap gericht aan de Australische trainer. Dat is wel iemand die als persoon jou kon bekoren, toch? Ja, het was een echte gentleman en doorheen de moeilijke tijden is hij wel altijd correct geweest naar iedereen. Het feit dat we de punten niet haalden, ja, dan weten we dat in het voetbal kan gebeuren. Dus het is een keiharde business, maar dat wil niet zeggen dat je iemand als mens niet kunt appreciëren. En op die manier had hij ons bedankt en ik wou hem ook wel duidelijk maken dat ik hem dankbaar was
voor hetgeen wat hij gedaan heeft met mij persoonlijk. En waar is het dan voor Muscat echt misgelopen? Ah, dat is simpel. Ik denk in het huidige voetbalklimaat dat je als trainer soms niet veel tijd krijgt. En dus keiharde business. En daar is hij ook op afgerekend op het aantal punten dat we niet behaald hebben. Dus Moeskroen en Bever kwamen alsmaar dichterbij, tot op een moment dat, dat Bever zelf boven ons kwam. Dus moest de bord knopen doorhakken en dat hebben ze ook gedaan. En hoe gaan jullie nu zo snel mogelijk weg van die voorlaatste plek? Alle kopjes in één richting. Hè. En ik denk dat Peter Maas daar ook de man voor is. Dus hij heeft een echte no-nonsense aanpak. Dus ik denk dat dat wel kan pakken bij ons. De laatste overwinning van Sint-Truiden was tegen Standaard met een goal van jou, hè? Een doelpunt van Steve de Ridder. Misschien ligt het daaraan. Hè? Ga je onder Peter Maas misschien terug hoger op het middenveld spelen? Dat is een van de opties. Ik word natuurlijk ook wel wat ouder. Dus we hebben het daar al over gehad. Het kan zijn dat ik iets hoger op het middenveld ga gaan spelen. Maar in ieder geval... moeten de mensen niet meer verwachten van mij dat ik die diepe sprints langs de flank zal doen, maar misschien kom ik wel iets hoger op middenveld. Ja, ik ga je even twee quotes van je voorzitter, van David Meekers, uit de Sport Voetbalmagazine voorleggen. Je mag er dan ook op reageren. Hij zegt, deze groep moet een trainer hebben met autoriteit. Ja. Ja. Ik denk dat... dat je in het voetbal nooit kunt weten wat dat de toekomst brengt. Dus in ieder geval, nu denk ik dat Peter Maas de geschikte man is. Ik denk dat hij op korte termijn ook iets kan neerzetten. Dat heeft hij in het verleden ook al bewezen. Dus hopelijk pakken we zo snel mogelijk punten. Dus hoe of wat, dat maakt momenteel niet meer uit. We moeten gewoon die eerste overwinning pakken, zodat iedereen weer vertrouwen tankt en dat we dan hopelijk, zoals dat Bever nu gedaan heeft, een reeks kan neerzetten. Ja, hij zei ook nog, in een fysiek sterke competitie als de Belgische moet je af en toe voor no-nonsense voetbal kiezen. Ja, je hebt het zelf eigenlijk al gezegd, no-nonsense voetbal, maar heeft Sint-Truiden wel het spelersmateriaal om knokvoetbal, resultaatvoetbal te spelen? Maar... No-nonsense voetbal staat voor mij niet direct gelijk aan blind knokvoetbal. Dus ik denk dat er altijd wel een bepaalde lijn moet in zitten. En ik denk dat onze trainer daar de komende weken ook gaat aan werken. Maar voor mij maakt het niet uit hoe groot of hoe sterk dat je bent. Als je vol voor de bal gaat en je maalt je kilometers in de wedstrijd en je wilt alles geven, dat is voor mij ook knokvoetbal. Je hoeft geen 1,90 meter te zijn om duels te winnen. Ja, het is nu een wedstrijd tegen Charleroi, een team dat ook wel resultaatvoetbal speelt, dat toch ziet als het hoogste goed onder Karim Bellossin. Mogen we ons dan aan een lelijke partij verwachten of wat verwacht je zelf? Ja, voor mij mag het een lelijke partij zijn, zolang dat we maar de 3 punten thuis houden. Maar we hebben natuurlijk thuis voetbal altijd nog iets beter dan uit. Want we hebben uit, als ik me goed herinner, nog geen enkele overwinning gepakt. Dus bijna al onze punten pakken we thuis. Dus we hebben nu 2 thuiswedstrijden. Dus we weten wat we moeten doen. Ja, je kent Peter Maas natuurlijk al iets langer dan de rest van de kleedkamer. Hij is ook bij Loker je trainer geweest. Is hij wel dezelfde persoon gebleven? Ja. Ja. Ik zei het vandaag nog. Na de eerste paar dagen zei ik tegen hem, ik heb al terug flashbacks van een tijd van Lokeren. Dus hij is nog altijd dezelfde man, ondanks wat er ook gebeurd is. Ik denk ook niet dat we dat altijd terug moeten oprakelen. Voor ons is het belangrijkste dat hij voor ons een goede trainer is. En ik hoop dat hij kan doen met ons wat hij vorig jaar met Lommel heeft gedaan. Ja, typeer hem eens. Hoe moeten wij hem zien als trainer? Hij is eigenlijk ook wel nog redelijk aimabel naast het veld. Ik denk dat hij het hart op de goede plek heeft. Maar op veld kan hij heel confronterend zijn. Kan hij heel direct zijn. En ik heb ook aan de jongens al gezegd dat ze daarmee moeten leren omgaan. Ja, gehoorschade is misschien wel een gevolg daarvan. Hè? Als hij begint te fluiten en te tieren. Ja, inderdaad. Daar heb ik in het begin ook moeten aan wennen. Maar dat hoort nu eenmaal bij zijn manier van trainer zijn. Dus het is aan ons om dat te accepteren. Want het is his way or the highway, denk ik. Ik denk dat we allemaal mee moeten.
Ligt hier ook de pace stevig op, de jongste dagen? De eerste dag was nog rustig, omdat we natuurlijk omdat we een zware week hebben gehad met die 3 wedstrijden. Maar gisteren en vandaag was het redelijk pittig en zijn er al een paar accenten gelegd. Ja. Je hebt zelf al daarnet even je leeftijd aangeraakt. Hè. Je bent er nu 33. Je hebt ook een aflopende verbintenis in de zomer. Hoe ziet de toekomst eruit voor Steve de Ridder? Het heeft gisteren al in de krant gestaan, dus het heeft ook geen zin om daar verder mysterieus over te doen. Maar de bedoeling is dat we met elkaar verder gaan. Ze zijn hier erg tevreden van mij. En ik ben hier ook graag. Ze hebben me hier ook belangrijk gemaakt en ben mijn beste niveau aan het aantikken. Fysisch voel ik mij ook heel goed. Na vorig jaar toch heel veel pech gehad hebben met blessures. Ben ik nu terug op het goede pad en ik denk dat ik nog jaren kan voetballen. Dus je gaat nog wat langer verder dan doordoen dan je goede vriend Frank Boeks? Ja, dat sowieso. Die liep er trouwens daarnet rond in de 11 gebouw, want hij doet ons wekelijks programma Friday Foot. En hij wilde weten of je de ritjes van Zaventem naar Gent stevig mist. Ja, die mis ik wel. Die mis ik wel. Heeft hij ook gezegd wat dat precies was? Ja, maar leg het zelf maar uit. Hè? Want de soundtrack in de auto die kwam vaak van de Nederlandse rapgroep The Opposites. Ging het licht toen vaak uit in de Gentse uitgaansbuurt? Of hoe moeten we dat dan interpreteren? Ja, dat was toen dat ik in Engeland speelde en dan ook nog een stuk in Kopenhagen. Toen kon ik alleen naar huis met International Breaks. En dan kwam Boeks mij altijd ophalen op de luchthaven. En dan gingen we al een keer de bloemetjes buiten zetten. Maar dat is ondertussen al verleden tijd, aangezien dat ik nu 3 kinderen heb en dat ik daar amper nog tijd voor vind. Maar binnenkort, als het weer mag, als corona achter de rug is, toch eens met de Peter van je zoon zeker, Frank Boeks, een pint of 2 drinken. Hij is de Peter van Leo, inderdaad. Ja, inderdaad. Dat mis ik wel. Zo met de vrienden nog een keer gewoon gaan eten en een keer iets drinken, dat mis ik wel. Maar zwart, het is nu zo. Hè. Ik denk dat er heel veel mensen zulke dingen missen. Ja, jullie missen ook de winning feeling. Ik hoop dat het eventueel kan terugkeren dit weekend tegen Charleroi. Ik wil je bedanken voor dit interview. Succes zaterdag. Dank u wel. Salut. De kapitein van Sint-Truiden heeft een beetje gebabbeld over zijn nieuwe trainer. Een trainer die jij al kent, want heeft 50 wedstrijden bij Lokeren onder Peter Maas gevoetbald. Ja, hoe zie jij het lopen, het verdere vervolg van het seizoen met die nieuwe trainer? Oh, ik denk dat die match wel goed is. Hè. Het is iemand die de competitie kent. Het is een Limburger. En de Japanse eigenaars voelden ook dat ze iets moesten doen om de achterban te sussen. Iemand uit de regio erbij halen. En ik denk dat Peter Maas het gewoon ook goed heeft gedaan in Lommel, hè, in 1B. Er werd niet zoveel over gesproken, maar hij heeft het goed gedaan. En is dan vertrokken op het moment dat de Citygroep het overnam. Dus voor mij de juiste man op de juiste plek. Alhoewel ik wel denk dat ze nog een heel moeilijk seizoen gaan hebben. Dat ze zich niet zomaar uit die degradatiezorgen gaan verballen. Oké. Er is nog veel meer op deze 16e speeldag. Laten we het volledige programma er eens even bij nemen. Ja, je moet niet ver zoeken naar de affiche van het weekend. Club tegen Antwerp, zondag. Om 13:30 de terugkeer van Refailov en Ivan Leko. Wist je dat Refailov dus vorig seizoen van Beloni 2 keer niet mocht spelen tegen zijn ex-club? Toch opvallend. Ja, je hebt het net gezegd. Het is wel opvallend, maar er waren nog opvallende dingen onder Beloni. Dus dat is wel voor hem natuurlijk altijd lastig, altijd vervelend als je bij de ploeg waar je eigenlijk moest vertrekken, dan niet kunt spelen. Dus, maar oké. Refailov is nu onder Leko zo gegroeid. Ik denk dat hij dat ook allemaal achter zich heeft gelaten. Dus ik vraag een heel interessante wedstrijd. Ja, Club Brugge op enkele centimeters na de kwalificatie voor de tweede ronde van de Champions League te pakken. Schot tegen de lat van Charles de Ketelaar. Kruipt die gemiste kans om voor het eerst in een clubgeschiedenis te plaatsen voor de knock-outfase. Kruipt dat in de kleren bij Club Brugge? Ja, ik denk dat het zal een dubbel gevoel zijn. Hè. Enerzijds fierheid. Enerzijds ook zal het vertrouwen van sommige spelers nog meer gesterkt hebben. Van ja, kijk, we kunnen zo voetballen bij Lazio. Ze hebben dat vorig jaar ook al gedaan. Ik denk dat ze de momenten... deze keer ook weer niet hebben gepakt. Hè. Ik denk dat ze thuis tegen Lazio hadden moeten winnen. Dat was een uitgelezen kans. En deze wedstrijd zelf waren er spelers, vooral achterin,
denk ik, niet bij de les. Dan heb ik het over vooral bij het eerste doelpunt, Kosunu, Mata. En bij het tweede doelpunt, Mata, die daar onnodig in de tackle gaat. En dan heb je natuurlijk Sobol, die eigenlijk klaar stond om gewisseld te worden. En twee keer op korte tijd geel pakken, ja. Natuurlijk. Ja, vooral die eerste gele kaart is dom, het is heel vroeg in de wedstrijd. Ja, en dan zal Philippe Clement misschien al wel gedacht hebben van nu moet ik hem al wisselen of wanneer wissel ik hem, na 15 minuten. En dan is het toch te laat. Wat doe je nu als je coach bent met zo'n Eduard Sobol? Geef je hem een Sobol-wassing of laat je hem toch gewoon spelen? Oh, ja, ik denk dat hij er zelf ook niet goed van is. De speler weet ook wel dat hij daar de foute beslissing heeft gemaakt om in de tackle te gaan. Hij had eigenlijk een paar waarschuwingen ervoor al. Dus de wissel stond klaar, maar ik denk dat je hem gewoon opnieuw het vertrouwen moet geven. Ik vind Sobol een zeer degelijke speler. Vorig seizoen wel beter, vond ik hem echt wel constanter. Nu heeft hij toch wel wat moeilijkheden, maar ja, het is te zien. Hij zit ook in de concurrentie met Rika, die wel een hele goede wedstrijd speelt. Dus dat is de keuze voor Clement om te maken. Over naar de eerste wedstrijd van de volgende speeldag. Anderlecht-Genk. John van den Brom tegen zijn ex-team. Ik wil het daar eigenlijk niet over hebben, maar ik wil het wel over Paul Onuachu hebben. Want die heeft nu 14 goals. Hij is de topschutter. Hij is eigenlijk aan een fantastisch seizoen bezig. Ook toen het minder liep, onder Wolf en onder Torp. Die wedstrijd waar Nicky Haaien het over heeft gehad. Maar hij is wel altijd op de afspraak. En hij wordt nergens genoemd als kandidaat Gouden Schoen. Dat vind ik een beetje bizar. Ja, misschien dat hij zijn stijl wat tegen heeft. Soms ziet het er wel wat onbeholpen uit. En andere momenten doet hij dan weer iets ongelooflijk technisch. Je hebt weinig voor zo'n jongens grote... van een dubbele meter die een no-look pass kunnen geven. Dus, maar hij heeft vroeger blijkbaar op het middenveld gespeeld. Ik heb mij eigenlijk moeilijk inbeelden, maar zwart. Hij is voor mij ook een van de kandidaten. Het is vooral de tactische omzetting die Genk beter heeft doen voetballen. Die al onder Torup was begonnen. En nu komen de spelers beter tot hun recht. Bongonda, Ito. En de flanken kunnen zich nog meer uitleven dan onder Wolf. Ze zijn zeer efficiënt. Dat is wel een probleem bij Anderlecht natuurlijk. Hè. We hebben vorige week Mukairo gezien. Ja. Mustafa Boundou ook. Ja. Zo'n spitsentrainer als Luc Nillis is daar toch echt wel gekomen. Ja, ik denk ook niet alleen bij Anderlecht. Hè. Als je bij Brugge... uiteindelijk is de ketelaar toch een noodoplossing dat goed uitdraait. Bij Standaard is ook geen aanvalsleider. Ik denk dat Genk de enige ploeg is die echt een topspits in huis heeft. De enige die daar dichtbij komt of in de buurt komt, is volgens mij Mesha. Die kan op termijn ook wel, als de ploeg achter hem beter draait, ook wel aan zijn statistieken zullen dan ook wel omhoog gaan. Ze zijn al redelijk goed, maar heeft wel veel kansen nodig. Hij heeft meer kansen nodig en hij krijgt ook minder kansen, heeft minder aanvoer dan Onuachu op dit moment. Er is ook nog een Gent-standaard op zondagavond. Hein heeft zijn eerste wedstrijd verloren tegen Oostende. Maar jij bent wel een grote fan van Hein van Azenbroek als trainer. Ja, ik heb hem 2 jaar gehad bij Kortrijk, waar we toch wel play-off 1 speelden, bekerfinale haalden, jammer genoeg verloren. Maar het is wel een trainer die tactisch bij een van de beste van België, misschien wel de beste is in België. En hij heeft al ook een indruk achtergelaten op de spelers. Hè. Niklas Dorsch, die hem nog niet kende, heeft ook al gezegd van ja, kijk, ik heb in die paar trainingen al zoveel meer opgestoken dan in alle voorbije maanden. Wat dan een serieuze steek is, sneer is naar de vorige coaches. Mm-hmm. Het is een match tegen Standaard. Dat is ook een zeer mooi affiche. Maar als jij nu er eentje moet uitpikken, ik weet dat je er meerdere gaat zien, want je bent een steengoeie analist die veel wedstrijden wil meepikken. Maar je hebt Club Antwerp, je hebt Anderlecht Genk en je hebt Gent Standaard. Wat is de affiche die jij zeker niet zou willen missen? Ja, sowieso Club Antwerp. Dat is voor mij affiche nummer 1. Ha, en dan is het Anderlecht Genk. En dan pas Gent Standaard. Maar ik denk die volgorde. Oké. Okay. Geen standaard. Maar ze vallen niet allemaal samen, dus je kan ze perfect alle drie zien. Dus geen standaard lijkt me zo de match die het meeste kans heeft om op een gelijkspel te eindigen. Ik denk dat hij het ook al aanhaalde, dat ze verdedigend beter staan dan de voorbije weken, maar dat het nog niet perfect is. Dus ik denk dat ze van daaruit, vanuit de defensieve stabiliteit, daarna pas eigenlijk aan de volgende fase gaan beginnen, waar ze echt met paslijnen, looplijnen gaan beginnen en meer aandacht gaan schenken aan het offensief. Eerst defensief, alles op orde krijgen. Dat is de juiste instelling, denk ik. Oké. Okay. Ik wil je bedanken, Mo, voor je komst naar de studio. Het is dus een zeer leuke speeldag met heel wat topaffiches.
is jammer dat we er volgende week niet over kunnen nababbelen in de nieuwe 11 Corner. Want omdat er midweekvoetbal is, komen we pas binnen 2 weken terug voor een volgende uitzending van 11 Corner. Tot binnen 2 weken.